Wat mij trots maakt met mijn werk is dat ik trots ben dat ik de brandweerman en de reddingswerker mag zijn. En daar naartoe kan gaan waar andere mensen hulp nodig hebben en hun zo goed mogelijk uit de nare situatie helpen. Ik ben John Vos, 55 jaar, werkzaam bij de beroepsbrandweer in Dordrecht als teamleider. En daarnaast ben ik lid van het Nederlandse USAR Team. USAR is het Nederlandse reddingsteam wat bij rampen en aardbevingen ingezet kan worden. In binnenland, in Nederland en in het buitenland. In eerste instantie was het bedoeld om het in een straal van 5000 kilometer inzetbaar te zijn. Omdat je toch snel ter plaatse wil zijn om mensen te kunnen redden. Uiteindelijk zijn we nu wereldwijd inzetbaar als heavy team. En dat betekent dat we in de zwaarste categorie ingezet kunnen worden. Mijn rol binnen het USAR-team is de rol van reddingswerker. Dat betekent dat ik in een reddingsgroep zit, waar we met zes reddingswerkers, een ambulanceverpleegkundige en twee hondengeleiders op pad gaan om op zoek te gaan naar bedolven slachtoffers. Ik ben zelf wel een persoon die naar iets toeloopt waar iets fout is, terwijl de meesten daar weglopen inderdaad. Dus ik moediger, of ik voel het als een soort taak om iemand te helpen die hulp nodig heeft. En of dat dan een verkeersslachtoffer is of een slachtoffer van een aardbeving of bij brand. Ik ga er gewoon naartoe en dat voel ik als een soort plichtgevoel. Dat is de aard van het beestje, denk ik. Mijn meest indrukwekkende missie was 10 jaar geleden met de aardbeving in Haiti. Ja, daar waren ongeveer 200.000 doden tijdens die aardbeving. En we zijn daar 9 dagen geweest. Je komt eraan op het vliegveld, dat is nog afgeschermd door de Amerikaanse militairen. En dan ga je de stad in en dan lopen daar duizenden mensen. En links en rechts liggen gewoon tientallen lijken, sommige op stapels die er al een paar dagen lagen. Dus die zijn al wat opgezet. We moesten door een wijkje heen waar een schoolgebouwtje was, waar dan wat ingestort is. Waar dan kinderen nog gewoon in de schoolbakjes zitten, terwijl het gebouw is ingestort. Ja, dat zijn bizarre situaties of bizarre taferelen die je dan op je netverlies krijgt. Dus we waren daar te plaatsen. Kwam iemand naar ons toe, die zei van ik geef mijn nicht al een paar dagen onder de vloer die daar ligt water, maar ik kan er niet bij komen. Een meter achter die koelkast. We zijn door blijven graven tot die moeder en dat kindje onder het puin vandaan hadden gehaald. Hallo. En dat duurde uren. Die hebben mij de bus ingenomen en op zoek gegaan naar een veldhospitaal. En daar is die vrouw opgenomen. En haar benen waren ook helemaal plat gedrukt en de bloedvaten waren dicht. En toen ze bevrijd was, is dat bloed weer een beetje gaan stromen. Alleen ze had bloedvergiftiging opgelopen. Daardoor moest eerst de onderbeen geamputeerd en vervolgens de benen geamputeerd. En die is toen helaas 3 dagen later overleden. Oud-marinier John Vos is bevelhebber bij de brandweer in Dordrecht. Een man van weinig woorden, nuchter, scherp en doortastend. Precies de kwaliteiten die nodig zijn voor het urban search. De ervaringen in Haiti hebben mij, denk ik, niet zozeer als mens veranderd. Maar ik heb wel, die dingen die je daarop doet, die raak je wel. En als je erover praat, dan komen ze ook wel gelijk weer bovendrijven. Dus ze blijven wel zichtbaar. Je draagt ze de rest van je leven met je mee.
om mijn hoofd helder te houden is het voor mij belangrijk om over situaties te praten. Dus net als uit Haiti, als we terugkomen van de missie, dan is er een psycholoog en een psychiater beschikbaar waar je gesprekken mee kan voeren als je toch dingen hebt gezien die je dan op dat moment dusdanig raken dat je ervan van de leg bent, zeg maar. Als je thuis bent, praat je over de situatie die je hebt meegemaakt. Ja, mijn vrouw en kinderen die zijn er super trots op. Ja, die vragen ze ook wel eens af inderdaad van, is het wel veilig inderdaad? En dan de situatie die we inderdaad hadden in Haiti, dat er tijdens een operatie een winkelier gaat schieten omdat hij zijn handel wil beschermen. Ja, dat vinden ze thuis niet leuk als dat dan in één keer op het journaal zo benoemd wordt. De voorwaarden waardoor ik optimaal kan presteren is, de basis ligt thuis. Want je moet van het een op het andere moment moet je van huis weg. Dan moet je thuissituatie ook op ingericht zijn en je daarvoor de gelegenheid geven. En als je dan weggaat, is het belangrijk dat je de ervaring, kennis en kunde hebt om een klus aan te pakken. Dus de rugzak die iemand heeft, die bepaalt mede de ervaring die hij kan delen in het team en daarmee een calamiteit kan oplossen. Nou, als USAR-team gaan we altijd met het beste materiaal wat er verkrijgbaar is op pad. We hebben hier een oefenlocatie waar we een opsporing nabootsen. Er liggen dan mensen onder. En die liggen er dan in een echte situatie liggen ze daar al dagen. Dus die moeten er zo snel mogelijk onder vandaan. Dus het is van ons van levensbelang dat we spullen bij ons hebben die altijd goed werken. Dus we gaan nooit met prutswerk op pad, maar altijd het beste materiaal wat er te krijgen is. De wereld innoveert en de brandweer innoveert mee en de rescue teams. En dan, vandaar dat we ook de nieuwe apparatuur die we dan ieder jaar weer krijgen om die te testen in oefensituaties. Nou, ik ben niet zozeer harder geworden, maar het hoort helaas bij het leven. Dood en leven staan heel dicht bij elkaar. En sommige mensen hebben pech dat ze aan de verkeerde kant van de lijn staan. En anderen die hebben het geluk dat ze nog geholpen kunnen worden om nog verder te leven. En ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, zo af en toe, om ze weer aan de goede kant van de lijn te houden, als het ware. Nou, het woord held, die heeft bij mij niet zo'n bijzondere betekenis. Ja, sporthelden zijn in hun vak zijn dan worden sporthelden genoemd. Maar ik doe gewoon mijn werk en daar ben ik blij mee, het werk wat ik mag doen. En soms trots als we met elkaar een klus geklaard hebben. Maar ik voel me geen held, want ik heb mezelf beschikbaar gesteld om dat werk te doen. En we doen dat zo goed mogelijk. En daar hoef je geen held voor te zijn.